Fabio, schuif eens achter de microfoon. We gaan toch eens even vragen hoe... Nou, het maakt niet uit. Ga gezellig naast... Gezellig. Ja. Kom er lekker bij. Dat ziet er wel heel gezellig uit. wat heb jij de afgelopen maand uitgespookt? Heb je nog wat studiowerk gedaan? Ja. Ik heb de nummers die ik het afgelopen jaar heb gemaakt... opnieuw bekeken en daar een selectie uit gemaakt. Ah. En dat zijn er ongeveer 100... En ik heb er nu 20. En dat gaat dan, denk ik, naar 12. Wat? En dan release ik het in singles. En waar selecteer je op? Tenminste, deels. Wat? Waar heb je op geselecteerd? Nu voor het eerst gewoon op hoe goed het nummer klinkt. Dus ik heb voorheen mijn albums altijd gemaakt met concepten. Eentje storytelling, eentje had zelfs echt een thema. En dat ga ik niet meer doen. Ik denk niet dat mensen het geheel zien. Of waarderen. Ja, als ik kijk ook naar mijn streams, hoe mijn album wordt gestreamd, dan is het eerste nummer heel veel, maar dan kabbelt het af. Uh-huh. Terwijl als daar een verhaallijn in zit en je ziet alleen het begin van de film, ja, dan denk je, wat een slechte film. Dus ik wil gewoon nu dat de kwaliteit in de nummers losstaat. En ze zijn allemaal wel een beetje in een richting geschreven. Met een thema in mijn hoofd. Maar uiteindelijk, nou ja, dat heb ik dus losgelaten. Want er zitten ook nummers nu bij die... beter zijn, maar niet misschien helemaal in lijn vallen met het thema. Maar haal je ze dan echt offline? Of, nee, ik heb dat niet uitgebracht. Oh, dat heb je gewoon nog niet uitgebracht? Nee. Dat ga je nog doen? Nou ja, ja. Maar hoe kan je dan... Ik heb dus heel veel afval, kan je stellen. Maar hoe kan je dan kijken waar de streams wel op aangaan en uitgaan? Ik ga nu de singles releasen en die komen op een album. Dus ik zou denk ik 4 nummers eerst releasen en dat wordt dan samen uiteindelijk het album, zeg maar, dat het erbij komt. Maar ja, van tevoren kan ik eigenlijk alleen naar mensen gaan om het te laten horen, wie wat hard vindt. Maar het is niet zo dat ik het eraf haal als het online staat. Hey, maar, ja, ik zit hier even te appen met, voor de mensen thuis, met Lisa Bas, die onderweg is hier naartoe, die hebben ze meteen ook te gast. Dus ik luisterde even het laatste moment niet. En Aurelia, ik denk, die pakt over, maar ze deed even niet. Ja, logisch. Oh, sorry hoor. Ja, sorry. Ja. Logisch dat je het niet zomaar eraf haalt. Nee, dat snap ik wel. Mm-hmm. Maar van 100 zei je terug naar 12. Ja, ik denk het. En dan heb ik nog wel een andere lijst gemaakt met potentie, zeg maar. Dus dat kunnen dan losse singles zijn. Die niet met dat album te maken hebben. Voor later? Ja, ja. Denk ik wel, ja. Ja, precies. En wil je wat loslaten over het thema wat nu al een beetje speelt of niet per se? Mijn eerste album is Monnikenwerk. De tweede is Opgaan. De derde is Nieuwe Maan. En ik ging eigenlijk nog hoger, maar het wordt noodlanding. Oh, okay. We smakken weer op aarde. Ja. Mars wil je nog niet bereiken? Nou ja, wel, maar we smakken terug op aarde, ja. Too hot to handle. Nieuwe raket bouwen. Nieuwe raket bouwen, ja. Nou, nice. Goed te horen dat je zo actief bezig bent. En dat je voor jezelf dus ook herstructureert. Dat doe je om de zoveel tijd? Of was dat nu gewoon het moment? Ja, ik doe dat om de zoveel tijd. Alleen dat was nu het moment. Dus ik heb het al lang uitgesteld, zeg maar. Maar nu wel het moment geweest, ja. Nu moest het gewoon. Ja, ik voelde het. Dus dan gebeurt het. Dan gaan we het doen. Ja. Hey, je gaat hier weer de boel analyseren. En de spoken word van de uitzending maken. Ja. Schrijf je jezelf er ook in? Dat heb je vorige keer niet gedaan. Oh, ja, is goed. Goeie. Neem je plek in. Ja. En we wachten af naar het einde van het programma. Hoe je hem weer gaat nailen. Want... Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Let's go. Daar ga je. There you go. Het is zomerdag. We gaan fris van start. Mandarijnen schillen matchend met je pak. Niet meer brak. Welkom bij de klank van je stad. Even wat muziek en ik kan de brand in. Promotie voor mijn album. Ik ging van monnikenwerk naar opgaan. Nieuwe maan naar gedwongen noodlanden. Streamen shit en je snapt hem. 3 jaar geleden. Oh nee. Maar dan verder. Lisa Bast. Kunstenaar, podiumontwerper, zieke art. Maar ze is hier niet voor dat, maar voor een festival. 3 jaar geleden... Voor corona was er een feest in een prachtige binnentuin. Daar gingen de benen, de armen omhoog. Ik was er in 1 keer thuis. Hou je agenda open, zet je schrap voor het Sint-Joseph Festival. Chanou. Het was een korte reel, ja. Maar elegant als de dolle diva.
Lichtspektakel, uit de lucht geplukt. Kroonluchters, wel een 100 stuks. Ik wil snel weer terug. En dan de eerste keer Iris en Rob. I'm yours, I want more. Het nam me direct mee terug naar de middelbare school. And yes, it's alright to be loved, I'm sure. Pa-pa-da-ba-da-pa. Iris wilde ouders niet volgen, hield zich liever verborgen. Maar moet je ineens horen, riffjes zo schoon gezongen, wat een wonder. En Rob speelt hot, tot op de tong gecomponeerd. Een extra snaar, maar wat is het verschil? Cliffhanger. Door naar Thomas Thijssen, fotograaf, kunstenaar, tatoeëerder, tekenaar. En leeg papier, zwarte houtskool, heel veel diepte, zo detailvol. Jezus, wat perfect. Als hij de laatste witte puntjes op de i heeft gezet. Portret na portret na portret. Scherper dan in het echt. Je inspireert me met je magisch realisme. Koeman spot on tot op de allerlaatste rimpel. Zo heerlijk ingewikkeld. Thomas D. Thijssen. Komt langs op het Sint-Jorispleintje om te kijken. En de agenda, Janoe, je kent me. Iedereen swipe terug als je die nog wil checken. Iris en Rob weer, nu Jesse, classy. Ik hoor die bass snare steeds sterker, heel lekker wegskettend op die gekke akkoorden. Riffjes zo schoon gezongen, wat een wonder. En dan de anonieme beller, Aurelia mag vragen stellen. Tafeleigenaar, eemlandkunstenaar, wandelaar, op een expositie staan, als fotograaf, boeken gemaakt. Wie ben ik? Het is Mitchell Lansing. Lansing. Met een project met Thomas... Met Thijs Thomassen, niet Thomas Thijssen. De ontluiking is een blijver in elke boekenwinkel te verkrijgen. En dan een band uit Brussel. Nee, geen tankstation. Maar de Argentijnse tango. Dansen op de bandagnon. Frank staat op. Ja, dansjes hebben pasjes, maar luisteren is makkelijk. De tango is toegankelijk. Voor de nieuwe generatie. Uitstappen naar het erfgoed van de Argentijnen. Dit Pinksterweekend in Amersfoort, je wil erbij zijn. Afsluitend met Iris en Rob. Nu zwoe en fijn, Just Take 5. En Samba met een schuddend ei. Rob's gitaar weer onverschrokken, riffjes zo schoon gezongen, wat een wonder. Ik ben monnik, gedoopt in dit cultureel bad. In harmonie met de klank van mijn stad. Wow, hij schrikt hem weer. Echt heel mooi. Zijne heiligheid. Ja. Zijne heiligheid. Oh, weer die mooie finale.